begrijp je het. Het is niet voor niks dat varen leven is. Als jij Rick het maar volhoudt, daar gaat het om. Amsterdam Rijnkanaal, 15 september 19, herstel 2021. Prins Bernhard Sluis, de Halwiek. Prins Bernhard Sluis, goedemorgen. Voor de Halwiek wordt dat stuurboord Sluis ook. Correct. Hier varen we dus de Prins Bernhard Sluis binnen. Vanaf het Amsterdam Rijnkanaal. En die sluis geeft toegang tot de Waal. Waar we zo meteen met stroom mee in de richting van Gorinchem zullen gaan varen. Nou, flinke sluis. Er zijn natuurlijk heel veel binnenvaartschepen die hier altijd schutten. En er kunnen er wel een paar van in. En zoals ik nu zie, is die voorlopig voor ons alleen. Nou, de sluis gaat open. Het zal wel een beetje lastig voor jezelf. Heb je net je boot lekker schoon? Dan ga je onder zo'n sluis door en een keer opnieuw beginnen. Ja, wat doe je nou op zo'n boot de hele dag, zeggen ze dan. Nou, ik weet het wel hoor. Nou, we gaan uitvaren. Ik kan niet zeggen, wacht even tot ik binnen ben. En opnieuw beginnen met schoonmaken. Straks bestemt het Carol. Maar goed, is begrepen. Nog geen uitvaart Amsterdam Rijnkanaal en pijlwerkzaamheden aan de oostzijde van de Zwaaikom. Oostzijde, oké, begrepen. Nou, we zijn de Prins Bernhard Sluis door en we gaan naar de Waal. En zoals je ziet, is daar scheepvaart. Ik ga me zo meteen melden. Die zijn afvarende grote schepen. En dan hoor je van de verkeerspost dat er bijzonderheden zijn. Verkeerspost Tiel de Henrik. Goedemorgen. Henrik, zeker Tiel, goedemorgen. Ja, meneer Motjacht Henrik vanuit Bernhard Sluis gaat zo meteen lager uit. In de richting van Gorinchem ook.
Alleen zeg dat heel effect. Het is een lafaard boven de monding. De eerste 100 meter gaat door. De tweede op 600 meter. Die komt er binnen toe. En erachter ook nog een kommervant die ook er binnen komt. Opvaart rechthoever is fijn. Nou, ik de eerste zelf 100 meter zuigen. Oké, okay, dan ruimt even in de gaten. Bedankt hoor. Ja, als je een beetje laag aanhoudt, dan kunt je er zo bij. Ja, Rick, dat is goed ontvangen. Bedankt. Zeg daar, zeg dat heel over. Begrepen. De eerste twee tegenliggers die gaan door. En dan de derde en vierde tegenligger die komen binnen. Dus die derde tegenligger zit nu 500 meter boven de monding. Uitvaart pleziervaart op 500 meter richting Rotterdam. Ja, oké, ik ga maar die tegenligger die ik heb vaak over. Zit die eerste grote tanker die daar. Dat is positief. En daarna kunnen wij, zoals je hoorde, met ons eigen kantje blijven en dan kunnen we dan lager uit. Oftewel stroomafwaarts. Nou, weer even goed opgelost zo. Ik zeg dat die al opvaart nu aan de linkerhoek van 500 meter, die steekt over en die komt straks ook naar binnen. Die komt zo naar binnen, Henrik is goed opvangen. Nou, even in de gaten houden, dus ik ga eventjes goed opletten. Ook eventjes het moment dat je even goed je aandacht erbij moet hebben. En wat gaan we doen? En daar komt dat schip wat naar die Bernersluis gaat. En die is op de hoogte gebracht dat ik hier vaar. En dan kunnen we elkaar in ieder geval op een veilige manier passeren. Ja, het gaat gelijk de keer hier en je kan zien hoe druk het is op zo'n waal. Ja, het stroomt als een jekko. We hebben op 1600 toeren al 16,4 kilometer over de grond. In plaats van 11, dus het is toch zeker... Het is 5, 6 kilometer stroom dat we dus mee hebben.
En zo loop je gewoon naar binnen. Buitenhaven. Jachthaven de Merwede. Dat je rekening houden met de stroom, dat weggezet wordt. Dat je vroeg indraaien. We hebben een grote sluis. Als je bijvoorbeeld naar de Linge zou willen varen. Maar hier op Stuurboot heb ik jachthaventje. Dus we kijken voor een plekje. Zo, dan ik lig afgemeerd. Jachthaven Gorinchem, de Merwede. Nou, we komen hier vaker hoor, dus het is bekend terrein allemaal. Maar wel op het luk liggen. Niet al te duur. Leuk restaurantje. En we hebben hier de vestingdijk weer. En we hebben hier achter een lekker strandje voor Jesse. Aan de kant van de rivier. Dat is altijd leuk liggen. Nou, even een stroomkabeltje erbij. En dan natuurlijk weer een tijd voor een wijntje. Nou, na een aantal hekgolven overwonnen te hebben, heeft ze het balletje toch naar binnen weten ze te halen. Nou, en Jesse heeft zich natuurlijk heerlijk uit kunnen leven. Aan het water, in het water. Wij hebben nog een heerlijke wandeling gemaakt. Maar goed, we gaan dan toch weer opstarten voor het laatste stukje richting de thuishaven. We hebben toch een tussentijds tripje gehad van een kleine 6 dagen. Dat was weer helemaal fantastisch. Fantastische dagen zeggen we altijd. Dus we gaan zo de kabel eraf halen. We gaan de zaak opstarten. En gaan in ieder geval voor het laatste traject richting Dordrecht. Waar weer andere dingen op ons wachten. Het is een aardig windje vandaag. Wel blue sky. Eindelijk weer eens. Een tijd geleden. Dus het is maar een tripje van 1,5-2 uur. Maar het is wel zo fijn natuurlijk als het lekker weer is. Dus daar gaan we voor. Nou, we verlaten de haven van Gorinchem aan de buitenkant. De Excelsior, dat schip heeft de haven net gepasseerd. Je ziet inmiddels al daar. Nou, we hebben één afkomen hier. Dat is de Volharding 3. Die loopt 17,2 kilometer, maar goed, die zit nog een stukje van ons af. Dus we kunnen naar buiten draaien. En stroomafwaarts, lekker met stroompje mee. Voor het laatste stukje. Prachtig weertje. Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar het eindigt op leven. En hier komen we weer bij de splitsing tussen de Merwede, beneden Merwede. En die gaat hier over in de nieuwe Merwede. Even een detail met kort wat daar staat. Geef dus aan dat wij in het hoogvaarwater zitten. Nou, in dit geval hebben we dan een bakkie, want we komen van bovenaf, zoals dat genoemd wordt, met de stroom mee natuurlijk. De Excelsior zit van bakboord, dat is wat meer naar het midden gegaan. Die gaat de nieuwe Merwede af verder. Wij blijven aan onze stuurboots wal zitten. Dit zijn wij. We hebben de Volharding, die loopt ons langzaam op. Ik neem aan, gezien zijn koers, dat hij ook de beneden Merwede in zal gaan. We hebben één uitkomen, dat is de Dissidentia. Die komt vanaf de beneden Merwede en die zal hier oversteken. Dus wij blijven netjes aan onze kant. Er is weinig in de weg. En
de situatie eigenlijk voor ons. In de verte zie je de Visitentia uit die beneden Merwede komen. En wij gaan ook die kant op. En daar gaat hij, die volharding 3. Die loopt ons nu netjes op. En zo zien we dat netjes op de plotter. 17,2 kilometer. In dezelfde richting. En als je nou in gebieden vaart waar verkeersbegeleiding is, sectoren genoemd, dan wordt dat aangegeven met deze borden. Het Marivaux-kanaal wordt aangegeven, wit bord, vierkant, rode rand. En in principe staat daaronder de naam van de sector die hiermee bedoeld wordt. En dan weet je dus ook hoe dat je het aan moet roepen. In dit geval kanaal 79 van sector Dordrecht. Sector Dordrecht, de Henrik. Goedemorgen. Sector Dordrecht, goedemorgen. Ja, goedemorgen, de Henrik, afvaardig van de Ketelhaven en bestemd voor de nieuwe haven Dordrecht. Henrik, Sector Dordrecht, is begrepen, Henrik, stem maar. Sector Dordrecht, de Henrik, over. Henrik, Dordrecht. Ja, meneer Motiag, Henrik, ga van deze positie oversteken naar de nieuwe haven. Ja, maar niet eens begrepen waar ik op heb. Mag ik opvangen, bedankt. Voorzaad, dat is begrepen. Nou, daar zijn we weer. Even vrij, en dan dat eerste pleziervaart, die de afvaart is, die gaat richting onze grote kerk. In zicht. Ja, we reden het op. Dus dan Riek is weer op zijn thuisbasis. Tussentijds tripje zit erop. Was er super geslaagd natuurlijk. Henrik ligt op zijn plekje. En nou, ik heb één ding beloofd. Het ging over die marifoon. Ik moet je zeggen, ik heb nou een afspraak om te zorgen dat die vlog over die marifoon wat leuker wordt, wat interessanter wordt. En daar heb ik afspraken over met derden. Ja, daar ben ik een beetje van afhankelijk. Dus, maar zodra dat er is, of als het te lang zou duren, naar mijn zin, dan kom ik er mee in de lucht. Dus we blijven staan. Dus in ieder geval voor deze keer weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende.